dames en heren, Patrick Roest. Het Olympisch schaatsdebuut voor een van de grootste schaatsprofters van Nederland. Het wonderkind dat eraan zit te komen. Maar is dit ook die wonderrace die je nodig hebt? Daar komt de tijd van Roest. Een nieuw persoon gekomen. En wat het waard is, ja, hij moet er lang op wachten. Want dit is pas rit 4 van 18. De slotronde van Roesting, 28-0. Maar daar komt Mathias. Wat is zijn tijd? 1:46,12. Roest wordt nummer 2. En dit is een plaatje hoor. Olympisch zilver. Patrick Roest! Debutant op zijn allereerste Olympische Spelen. Zilver op de 1500 meter. Patrick Roest. Yes! Het duurde eeuwig natuurlijk. Ja, het duurde echt veel te lang. 10 minuten voelde echt als 3 uur. We zagen hier, we gingen een heel klein beetje met jou dood. Ik zat alleen maar naar die races van de anderen te kijken en ik hoopte maar dat ze er niet onder zouden gaan. En dan rij je de 4e rit en dan kom je over de streep en dan zie je een tijd van 1:44,8. En dan denk je, wat denk je dan? Denk je dan al aan het Holland Heineken House? Nou, ik was bang dat het niet genoeg zou zijn, want ik wilde een snelle laatste rondje rijden. Maar ja, het ijs was gewoon iets zwaarder dan ik had verwacht. En iedereen beet zich stuk op die tijd, behalve Kjeld. Ja, dan zie je allemaal grote namen voorbij komen. Danny Morrison. En dan zit je op de tribune bij je ouders. En dan zie je Kjeld goud winnen. En dan denk jij... Ja, voor mij voelt die zilveren medaille hetzelfde als een gouden medaille. Toch? Ja. En ik heb iemand die jou de medaille gevonden, die jou de medaille heel graag wil uitreiken. Het is een ploeggenoot van je. Iemand waar jij ontzettend, denk ik, heel goed mee hebt getraind. Douwe de Vries! Halverwege september, een van de laatste skielentrainingen, vloog je boven op een tractor. Ik kon net omwijken, ik ging de berm in. Ja, ik heb je daarna naar het ziekenhuis gereden en we wisten echt niet wat er ging gebeuren. Of het seizoen klaar was, of wat je nog kon. Maar daarom vind ik het dus extra knap dat deze jongen het gewoon heeft gehaald. Hij heeft gewoon zilver gehaald. Patrick, gefeliciteerd! 3, 2, 1...